In zijn invloedrijke talkshow, Vandaag Inside, heeft Johan Derksen herhaaldelijk kritiek geuit op Sigrid Kaag. Maar nu lijkt Frans Timmermans, die namens PvdA en GroenLinks de nieuwe premier van Nederland wil worden, aan de beurt te zijn. Johan noemt hem zelfs een nog grotere ramp. Met nog 4 maanden tot de verkiezingen en de combinatiepartij PvdA-GroenLinks die goed scoort in de peilingen, zijn er veel kritische geluiden in de media over de linkse politicus, ook bekend als de klimaatpaus. In de zomerstop van Vandaag Inside geeft Johan alvast een voorproefje van zijn onvrede over Timmermans en zijn plannen. Hij zegt, ik denk dat Frans Timmermans een grotere ramp wordt dan mevrouw Kaag. Het worden barre tijden voor Nederland als deze man premier wordt. Frans Timmermans is geobsedeerd door de Green Deal, en als hij dat hier gaat uitvoeren, dan wordt er de komende 40 jaar geen enkel huis meer gebouwd in Nederland, en dan mogen we dadelijk nog 30 op de snelweg rijden. Hoewel er momenteel veel politieke ontwikkelingen zijn, is Johan niet dagelijks op tv om ze te duiden. Hij is echter blij dat hij even kan uitrusten in Grollo. Over zijn vervanger Helene Hendricks zegt hij, ik vind dat bij Helene de spontaniteit ervan afspat. Het is niet keihard en heel kritisch, maar het is gewoon gezellige tv. Johans dochter Marieke Derksen, een PvdA-stemmer, heeft ook haar bedenkingen over Frans Timmermans. Hoewel veel kritiek op Timmermans wordt afgedaan als framing, begrijpt zij er als PvdA-stemmer echt niets van. Ze is zelfs een zwevende kiezer geworden. Ze tweette, vindt het spijtig, maar ben nu zwevend kiezer. Ben het met Pauw eens. Als je MH17 gebruikt voor eigen gewin met een verzonnen verhaal en dat nog een keer kracht bijzet als je wordt tegengesproken. Je speelt met emoties van nabestaanden. Dat is mijn grens. Eng.